Het Nationaal Park Hoge Kempen, vandaag de dag meer dan 12.000 hectare groot. Heide, bossen, vijvers en duinen, verspreid over 10 Limburgse gemeenten. De kiem werd meer dan 30 jaar geleden al gelegd, bij de sluiting van de mijnen. Wat kunnen we doen met het hele mooie erfgoed, de hele mooie natuur, het hele mooie landschap dat we nog hadden? We zijn toen begonnen met een idee van het ontwikkelen van het fietsroutenetwerk. Dus het fietsroutenetwerk als eerste initiatief om aan te tonen dat iedereen van natuur houdt. Maar er bestond natuurlijk niks, want er was helemaal geen nationaal park in Vlaanderen. En ook niet in België, dus we moesten eigenlijk van nul beginnen. En twee, was er een heel belangrijk iets dat we vanuit die mijnsluitingen konden zeggen, we gaan nu van stoflong naar groene long. Na 10 jaar lobbywerk en met een deel van het reconversiegeld wordt het eerste nationaal park van ons land officieel geopend in 2006. Een instant succes, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de economie. Met meer dan 5000 jobs en een jaaromzet van 191 miljoen euro. Elke euro die geïnvesteerd wordt in een nationaal park levert ongeveer 10 euro op voor de samenleving, voor de lokale samenleving. En dat zien we ook. Alle gemeentebesturen, waar we echt eerst proficiat moeten tegen zeggen voor de steun die ze ons gegeven hebben, daar zie je nu eigenlijk ook die economie doorgroeien. Hè? De cafés, de bakkers, de slagers, de bed and breakfast, die enten zich op dat nationaal park, omdat het nationaal park wel natuurlijk een uitdrukking is van een uitmuntende natuur. Het unieke Reconnection model wekt interesse tot ver over de landsgrenzen heen. Injas Schops krijgt er in 2008 de Groene Nobelprijs voor. Meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar vinden de weg naar het Nationaal Park. Wel, we beseffen niet goed hoe groot 12.000 hectare is. Hè. Ik zeg dikwijls, het is de laatste plaats waar we nog kunnen verloren lopen in Vlaanderen. Het is gigantisch groot. Hè. Je moet dat denken, dat zijn meer dan 20.000 voetbalvelden die volstaan met natuur. Met ook een pracht van natuur, hè, want de biodiversiteit in het Nationaal Park is gigantisch. Hè. Meer dan 7.000 soorten komen daarvoor. En nog droomt Schops van meer. De komende 5 jaar wordt er 117 miljoen euro in en rond het park geïnvesteerd. Volgende week wordt de nieuwe toegangspoort aan Terhils geopend. We gaan daar weer iets nieuws proberen. Van wat kan dan de bijdrage zijn van bijvoorbeeld iemand die daar op vakantie komt voor de natuur? We zijn nu systemen aan het bedenken, zodat ja, als je boekt voor een weekendje of een midweek naar Terhils Resort, dat je dan ook een bijdrage levert aan het Nationaal Park.